zoo en de piano. Goed idee van je, Sue, om nog even ons dansje te oefenen. Ja, dat vond ik ook, Elsie. Sue, Elsie, willen jullie me even komen helpen om de disco voor vanavond op te zetten? Oh ja! Ik heb er zin in. Oh, rustig een beetje, kinderen. Oh, sorry, Omi. We hebben een beetje haast. Dat is te zien, ja. Gaan jullie papa soms helpen met de disco? Ja, het wordt echt geweldig. Het klinkt net alsof er op jouw kamer al een disco aan de gang is, Sue. Oh, sorry. Ik vergat mijn muziek uit te zetten. Leuk deuntje. Dat moet ik ook eens proberen op mijn piano. Dat is heel wat anders dan de muziek die je normaal speelt. Oh, tot ziens allemaal. Veel plezier in de disco. Bedankt, Omi. Komt goed. Oh. Bok, ik denk dat dat niet een goed idee is. Houd jij je maar bezig met de slingers, Pok? Arme Pok. Oké, zullen we de geluidsinstallatie even checken? Dat is een goed idee, want een disco is natuurlijk geen disco zonder muziek. Oké, eens even kijken. Volgens mij moet het deze knop zijn. Oeh. Ja, dat is hem. Hey Elsie, we gaan oefenen. Ja, de disco begint pas van... Oh! Xavier! Oh, sorry, schat. Oh! Wow. Ik wil ook dansen! Kijk naar mij! Ik ben aan het dansen! Oh, Pok, laat die ballonnen met rust. Dat was Pok niet, Sue. Maar wat is er gebeurd met de muziek? Ik weet het niet. Laat mij maar eens kijken. Ik ben namelijk meestal wel handig in dat soort dingen. Oh, dat ben je helemaal niet. Weet je nog toen je de vriezer wilde repareren? Ah ja, wat ik al dacht. Ik heb dit zo weer aan... Oh, wacht. Kijk ons technisch genie. Misschien was het dan niet dat ene knopje. Nee, maar wat het ook was, ik vrees dat de disco niet door kan gaan. Nee! Hij is helemaal kapot. Dat is niet te verhelpen met een simpele reparatie. Geen disco? Geen muziek, geen disco, ben ik bang. Omi's piano. Omi's piano? Wat is daarmee? Die halen we hier naartoe. Dan hebben we weer muziek. Maar Sue, die staat op de bovenste verdieping. En hij is vreselijk zwaar. Toe. En. Pap. Oké, maar we moeten het er eerst gaan vragen. Ja! Papi helpt wel. Ja toch, papi? Binnen. Hallo, Sue. Omi, mag ik alsjeblieft je piano lenen? Oh, maar natuurlijk, Sue. Wat wil je gaan spelen? Nee, ik bedoel, mag ik hem lenen? Wat? De muziek in de disco is stuk. En als er geen muziek is, kunnen wij niet dansen. Dus ik dacht, mag ik de piano meenemen? Ik denk dat je hem niet kunt tillen, Sue. Maar ik krijg hulp. Oh.
Nou, in dat geval, ga je gang, hoor. Bedankt, Omi. Zo, vergeet je niet iets, jongen. Stop. Naar beneden? Ah, kom op, het zijn maar een paar treden, Xavier. Naar links. Mijn neus! Huh? De eerste trap hebben ze al gehad, hoor. Lieve help. Wat gebeurt hier toch allemaal? Hoi, oma. We verhuizen omi's piano. Waarom? Dat is een goede vraag. Hierheen. Uit de weg, Sue. We willen geen ongelukken. Kijk uit. Wil het een beetje lukken met de piano, Bizou? Alles gaat goed hoor, mam. Vergeet niet Omi te bedanken. Xavier, lieve help, kijk nou toch eens naar jezelf. Komt goed, tante Zelda. Oom Xavier kan zich straks opknappen als de piano in de sporthal staat. Maar dat gaat nog een eeuwigheid duren voor we hem daar hebben. Wacht eens, we kunnen hem slepen. Duwen, slepen, het maakt niet uit, Sue. Hij is gewoon veel te zwaar. Nee, ik bedoel slepen achter oom Xavier zijn auto. Wat? Oh ja, papi's auto. Sue, wat ben je slim. Ja, hè, papi? Ik ga wel een touw halen. Zo. Ja. Hoera voor papi! Ja! Ja! Gelukt! Hoera! De disco begint! De disco gaat beginnen! Alleen, we zijn één ding vergeten. Maar wat dan, Elsie? Wie gaat er piano spelen? Bedoel je nou dat er niemand hier is die piano kan spelen? Dat is toch niet te geloven? Maar ik wel. Omi? Zet hem op, Omi! Zij krijgt de zaal toch niet aan het dansen? Ik denk alleen niet dat Chopin iets is voor in de disco. Nee. Zullen we? Hup, Omi, hup! Hey, pap. Bedankt voor je hulp. En nu ook, hoor, opa. Bedankt, Zoe. Graag gedaan, hoor. En nu ook, oom Xavier. Zonder uw auto was het nooit gelukt. Ja! En Omi, jij hebt meest bedankt. Dit is de allerbeste disco ooit! Oh.
Zoe en mama's cadeau. U heeft me weer te pakken, agent Wellington. Ja, je bent op heterdaad betrapt. Zeker dat je met de schrik was. Oh, het spijt me, jongens. Maar kunnen jullie misschien eventjes opstaan? Laat ik me niet pakken. Het spel is voor meneer Wellington. Hoe wist hij dat ik het was? Oh, bedankt. Jullie kunnen weer gaan zitten. Je maakte een grote fout, Maxie. Zoek je soms iets, mama? Niks bijzonders. Kijken jullie maar lekker verder. Kunnen we helpen met zoeken? Ja, ik help mijn mama ook vaak met zoeken als iets kwijt is. Oh, ik denk, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ik mijn spiegeltje kwijt ben. Maar hij kan niet ver zijn. Ik had hem net nog. Oh, die ik je voor je verjaardag heb gegeven. Oh, Bizou, ik weet hoeveel werk het was om hem te maken met al die schelpjes erop en... Het komt goed, mam. We vinden hem wel. Ik help. Dankjewel, Elsie. Ik ook. Oké, mam. Waar denk je dat je hem voor het laatst gezien hebt? In mijn slaapkamer. Goed. Ga nu na waar je geweest bent. Je weet wel, alsof je teruggaat in de tijd. Teruggaan in de tijd. Oké, daar gaan we. Dus... Ik was me aan het opmaken in mijn kamer. Toen ging de telefoon, ik liep er naartoe en ja, ik had de spiegel nog in mijn hand. En daarna? Ik ging naar de woonkamer om op te nemen. Dan gaan we terug naar de woonkamer. Ik nam hem op en toen riep oma me. Ze had wat hulp nodig in de keuken, dus ik liep naar de keuken toe. Toen ik binnenkwam, was er overal rook. Oma's taart was verbrand. Misschien legde je de telefoon en de spiegel neer om te helpen. Dat zou kunnen, maar ik herinner me niet waar. Nou, hij moet toch ergens zijn? Oh, nu weet ik het weer. Daarna ging ik de post uit de brievenbus halen. Je had het dus druk. Dan gaan we daar kijken. En toen ging ik weer terug naar binnen. We hebben nog niet in de brievenbus gekeken. Oh, je hebt gelijk. Het was een goed idee, Elsie, maar... Hallo allemaal! Hoi! Hallo! Elsie, heb jij de stickers ergens gezien? Ik kan ze nergens vinden. Vandaag zijn alle mama's iets kwijt. Ik ben zo terug. Ik kom, mama. Ik denk dat ik weet waar ze liggen. Oké, dan gaan wij verder zoeken. Hoe moeilijk kan het nou toch zijn om een spiegeltje met schelpjes te vinden? Wacht! Zoe? Ik heb hem wel versierd met schelpen. Maar daaronder is hij van metaal. En oom Xavier heeft een metaaldetector. Ja, toch? Oh ja, hij was aan het schat zoeken op het strand. Zouden we die van hem mogen lenen? Natuurlijk, Bizou. Goed idee, schat. Alsjeblieft. Het is het allernieuwste model. Heel gevoelig. Hij vindt alle soorten metaal. Maar wees er wel voorzichtig mee, hè? Wauw, dat gaan we doen. Bedankt, oom Xavier.
Zet de koptelefoon maar op en dan luister je naar het signaal. Oh, dat laat ik over aan Sue. Zijn oren zijn veel scherper dan de mijne. Oké. Goed, Sue. Hoe dichter je in de buurt van het metaal komt, hoe luider hij begint te piepen. Snap je? Ja, oom Xavier. Weet je, dat was een erg slim idee van Sue. Daar had jij gisteren aan moeten denken toen ik mijn oorbel kwijt was. Ja, schat. Als we mama een spiegeltje hebben gevonden, dan helpen we jullie met zoeken. Dat is fijn, Sue. En veel succes, hoor. Het begint te piepen. Daar zo, opa. Oh, goed zo, Sue. De piepjes worden steeds luider. Oh, het is maar een schepje. Oh, dat is niet zomaar een schepje, Sue. Daar heb ik echt overal naar gezocht. Nou, we hebben in ieder geval iets gevonden. Zoeken we nog verder, opa? Maar natuurlijk, Sue. Wij schatzoekers zijn immers nog maar net begonnen. Ik wist toch echt zeker dat hij in de keuken lag. Als hij niet in de keuken ligt en niet in de tuin, dan moet hij hier ergens liggen. Oh! Opa, hij is weer aan het piepen. Oh, heb je hem? Hoera! Oh, het is maar een pen, opa. Zomaar een pen? Het is mijn lievelingspen. Ik dacht dat ik hem voor altijd kwijt was. Maar dat is bijzonder. Je bent op zoek naar het een en dan vind je zomaar allerlei andere dingen. Ja, maar je spiegeltje hebben we nog steeds niet. Ach ja, misschien vinden we hem wel als we op zoek gaan naar iets anders. Maar we geven het toch nog niet op, hè? We hebben overal gezocht, Bisou. Zelfs de metaaldetector vindt hem niet. Maar hij moet toch ergens zijn? Dat is zo, hè, opa? Juist, Sue. Laten we doorgaan met zoeken. Ja! Nee. Oh. Nee. Oh, wacht even. Nog een stukje hoger. Het gepiep wordt steeds luider. Dat is waarschijnlijk een onderdeeltje van de telefoon. Hier is hij, hoor. Mam, mam, gevonden. Oh, goed gedaan, Bisou. Dan heb ik dat doosje neergelegd toen ik de telefoon ging opnemen. Dit is een record voor Xavier's metaaldetector. Hij heeft er zelf nog nooit iets mee gevonden. Ik heb de stickers gevonden, dus nu kom ik jullie helpen met zoeken. Tada! Hij lag gewoon naast de telefoon. Oh, fijn. Ik wilde graag helpen, maar ik ben blij dat hij is gevonden. Hey, Elsie, je kunt nog steeds helpen. Mag ik alsjeblieft een paar van die stickers? Ja, natuurlijk. Ik ben zo terug. Oké, mam. Let op. Kijk. Zo, als je hem weer kwijtraakt, dan hoef je alleen maar het licht uit te doen. En dan zie je hem. Slim, hè? Wauw, hij is echt supermooi. En ook nog eens heel slim. Kom hier, Bisou. Dan krijg je een zoen. Opa, gaan we
we Tante Zelda's oorbel zoeken? Nog een speurtocht? Hoho! Aanvallen! Zoe en opa's eremedaille. En zijn jullie klaar voor de kunstles, kleine zebra's? Ja! Vandaag gaan we samen een afdruk maken. Zeg eens, wat zien jullie hier? Een ridder in een harnas. Dat klopt, Elsie. Een ridder die gegraveerd is in een koperen plaat. En daar gaan wij nu een afdruk van maken. We leggen die papier erop en... Vertel maar eens even wat jullie zien. Wauw! De ridder! Geweldig! Mag ik het proberen? Natuurlijk, Zack. Hier hebben we verschillende dingen waar het ook mee kan. Afbeeldingen en wat muntjes. Maar het kan ook met een stuk boomschors. Ja hoor, met een boom. Kijk maar eens hoe de schors van de boom op het papier verschijnt. Als je een heel groot stuk papier hebt, kun je het doen met de hele boom. Maar dan heb je ook een hoge ladder nodig, Zack. Oké, begin maar. Laat ons maar eens wat moois zien. Kijk, Zarathustra. Als ik er overheen ga met mijn potlood, komen er cijfers tevoorschijn. 5, 10, 20, 25. Prachtig gedetailleerd, Zoe. Een galopperend paard. Met wapperende manen en een staart. Schitterend werk, Elsie. En klaar. Kijk, ik ben een boom. Hallo. Kijk eens wat ik heb gemaakt. Een afdruk van echte munten. Oh, ik kan zien hoeveel ze waard zijn. 5, 10, 20... Ja, 25. Dat ziet er heel mooi uit, Zoe. Waarom heb je een legerpet op, opa? Ik heb een afspraak met mijn oude kameraden uit het leger. We vieren vandaag de verjaardag van onze allereerste ontmoeting. Waren jullie dan allemaal soldaten? Dat waren we zeker, Zoe. Ah, we waren allemaal zo jong en zo ambitieus. Oh. Is die van opa? Jazeker, dat is een eremedaille, Zoe. Wow, dat is een arend. En er staat ook een vlag op. Wow. Ik kan van opa's eremedaille ook een afdruk maken. Oh, dat is een exacte kopie van je medaille. Oh, dank je wel, Zoe. Zo. Oh, wat zie je er mooi uit, lieverd. 21ste divisie, voorwaarts, mars. Oma, wil je mijn andere afdruk ernaast ophangen? Natuurlijk. Bedankt. Oké, tijd om ons op te knappen. Waarom? Wij gaan samen naar de stad om gezellig te kijken naar opa's 21ste divisie. Ja! Pa, padam, padam, pam, 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 pam. Oma, hoe lang kent opa zijn oude vrienden van het leger al? Oh, ik denk zo'n 50 jaar, Zoe. 50 jaar? Ja, dat is al een hele tijd. Ik hoop dat Elsie, Zack en ik net zo lang vrienden blijven. Oh, dat hoop ik ook, Zoe. Vriendschap is heel erg belangrijk. Oh, had jij niet al lang in de stad moeten zijn, liefje? Ik ben mijn eremedaille verloren. Oh, nee. De pin is onder het lopen waarschijnlijk afgebroken. En ik kan niet naar de reunie zonder medaille. Je moet echt gaan, opa. Nee, dan moet ik ze vertellen dat ik mijn medaille ben kwijtgeraakt. Misschien heeft iemand de medaille gevonden
voor je naar het politiebureau gebracht. Dat zou kunnen, oma. We gaan het vragen. Aan agent Zeker. Hoe nauwkeuriger de omschrijving is, hoe groter de kans is dat we hem weer terug kunnen vinden. Ik kan me niet precies meer herinneren wat er gebeurd is. Het is mijn man zijn eremedaille. Hij is er erg aan gehecht, agent. Mm-hmm. Goed, is hij groot of klein, zilver of koper? Het is een best wel grote koperen medaille. Grote koperen medaille. Verder nog iets? Er staat een vis op de medaille. Nee, opa, een arend. Dat klopt. Een arend. Er staat een ridder op de andere kant. Volgens mij is het een vlag, schat. Dat klopt. Dus, een arend en een vlag, correct? Uh-huh. Het is niet veel informatie, maar ik doe mijn best. Ik heb uw adresgegevens. Ik neem contact op als ik iets wijzer ben geworden. Oh, lieve help. Het is al erg genoeg dat ik mijn eremedaille ben verloren. Maar dat ik hem niet kan beschrijven is toch best wel beschamend. Oh, ik weet zeker dat agent Zeker zijn uiterste best voor je doet. Net als wij. Opa, we gaan vragen of iemand hem heeft gezien. Goed idee, Sue. Ik ga terug naar huis. Voor het geval dat agent Zeker ons probeert te bellen met nieuws. Dan is de pin gebroken toen ik hier net langs liep. Oh, maar de medaille ligt er niet. Wat zou jij doen als je een oude medaille vond, Sue? Hem houden, weggeven of naar het politiebureau brengen? Ik zou hem naar het politiebureau brengen. Ik ook. Maar niet alle zebra's zijn zo eerlijk als wij. Kom mee. Misschien heeft de agent Zeker al naar huis gebeld. Oma, is er gebeld? Helaas nog niet, Sue. Hebben jullie misschien zin in een lekker kopje thee? Vast wel. Ik ga wel. Oh, hallo, agent Zeker. Kom verder. Het is agent Zeker. De agent wil jullie even spreken. Ik laat jullie alleen. Een eerlijke burger heeft zojuist op het politiebureau deze medaille aan ons overgedragen. Herkent u deze eremedaille? Oh. Dat doe ik zeker. Dat is mijn eremedaille. Weet u het zeker? Eerder zei u namelijk dat u zich niet precies kon herinneren hoe hij eruit zag. Nou, ik weet dat die gemaakt is van koper en er stond een soort vogel op. Arend, opa. Maar heeft u geen bewijs? Bijvoorbeeld een foto om te bewijzen dat deze medaille echt van u is? Maar op mijn woord van eer. Dan ben ik bang dat ik de medaille niet aan u kan geven. Ook al zegt u dat die van u is. Tenzij u kunt bewijzen dat u inderdaad de eigenaar van de medaille bent. Huh? Ik heb het bewijs! Bedankt, pap. Ze zijn precies hetzelfde. Ja! Goed werk, Sue. Jij zou later vast een uitstekende agent zijn. Oh, ga je vissen?
Nee, ik ga met jou naar de 21ste divisie kijken, opa. Dat is fijn, Zoe, maar waarom dat net? Om je eremedaille te vangen. Voor het geval dat je hem weer verliest. Zoe en zijn geluksshirt. Goed zo. Oeps, sorry, Bok. Oké, dat was de warming-up, Super Zeps. Morgen is een belangrijke wedstrijd. Ja, dat weten we. Ja, de Superzebra's zijn echt heel goed. Hé, maar jullie ook, hoor. Denk je dat we ze kunnen verslaan, Zoe? Natuurlijk, maar train vandaag maar zoveel als jullie kunnen. Vergeet niet dat de gymzaal morgenochtend dicht is. Dus gebruik jullie tijd goed. Ja! Ja! Oké, ik zie dat jullie er zin in hebben. Zet hem op, jongens. Hier is Zack. Naar jou, Elsie. Hebbes. Oh, hop. Ja! Ja! Wauw. Ja, Zoe in zijn geluksvoetbalshirt maakt de openingsgoal. 1-0, opa. Ha, mooi doelpunt, Zoe. Blijf bewegen, Zack. Oh, oeh, oh. Ja! Zoe! 2-0. Als je morgen net zo speelt, Zoe, dan winnen jullie de mini-voetbalwedstrijd zeker. Ja! Kom op, Super Zeps. En stop. Goed gespeeld hoor, jongens. Mooi. Veel succes morgen. En laat die Superzebra's maar eens zien wat jullie kunnen. Ik draag mijn geluksvoetbalshirt voor geluk. Mooi zo. Schiet op met omkleden. Ik moet afsluiten. Oeps. Oh, ik was vroeger ook al zo'n goede aanvaller. Wow. Ja. En gaat het opa lukken om een hat-trick te scoren? Ja! Wat een held! Oh nee, ik ben zo fit als vroeger, hoor. Maken jullie de zaal leeg, jongens? Dan kan ik gaan afsluiten. Oeps. Laten we dan maar gauw gaan, hè. Kom mee. Huh? Oh nee! Wat is er, Elsie? Ik ben mijn voetbalspullen vergeten. Oh, ik ook. Jullie ook? Oh. Oh, we hadden zoveel haast toen we weggingen. Ah, kom maar gauw. Misschien zijn we nog op tijd en is Zoe er nog. Ja. Ah. Ja, ik... Ah. Zoe heeft al afgesloten. Nee! Wat moeten we nu gaan doen? We kunnen onze spullen morgen vroeg ophalen als hij weer open gaat. Nee, dat kan niet, Elsie. Weet je niet meer wat Zoe net zei? De gymzaal is morgenochtend dicht. Hij gaat pas in de middag weer open. Na onze wedstrijd. Maar ik moet mijn shirt aan. Het is mijn geluksvoetbalshirt. Dat shirt brengt geluk. Ik moet echt weer terug naar binnen, opa. Misschien is de zijde nog wel open. Nee, Zoe. De gymzaal is echt goed afgesloten. Ik heb echt mijn geluksshirt nodig om morgen goed te kunnen spelen. Oh, kom op, Zoe. Je maakt je eigen geluk. Je scoort toch geen doelpunt alleen omdat je het goede shirt aan hebt? We hebben hetzelfde probleem, Zoe. We moeten allemaal een ander voetbalshirt vinden om te dragen. Dat is wel zo, ja. Maar dat maakt het wel heel anders.
Misschien deze? Mam? Oh, maar je vond hem zo mooi. Maar toch niet voor een voetbalwedstrijd? Je mag anders mijn oude voetbalshirt wel lenen, hoor, Zoe. Sorry, pap, maar dat is niet het goede nummer. Nou, het is beter dan niets, Zoe. Je moet iets aantrekken, dus zeg het maar. Je hoeft alleen de mouwen even op te rollen. En de zoom te verstellen? Behalve dat is hij perfect. Kom op, Zoe. We willen je alleen maar helpen. Het spijt me. Het is niet jullie schuld dat ik mijn shirt heb laten liggen. Kijk, zo goed als nieuw. Dat rode lapje vind je toch niet erg, Zoe? Ik kon gisteravond niets anders vinden. Zoe, oma is heel lang opgebleven om je shirt te maken. Dankjewel, oma. Ik hoop maar dat hij je heel veel geluk brengt. We kunnen maar beter gaan, Zoe. Ik wil er op tijd zijn. Hallo, Zoe. Hallo, mevrouw Zolly. Hallo. Hallo. We kunnen ons nu maar beter de erfvreemd aangeklede superzeps noemen. Ja, toch? Ik hoop maar dat ik straks niet struikel over dit superlange shirt. Maar jij ziet er in ieder geval niet uit als een elfje, Zinnia. Denk je dat de superzebra's mijn grappige shirt zullen zien, Zoe? Zeker weten hoor, Zack. Kom op, zeg. Weten jullie nog wat ik gezegd heb? Het gaat niet om het shirt dat je draagt, maar om de wedstrijd die je speelt. Zet hem op, Super Zaps! Dit gaat ja! Had ik nu mijn geluksvoetbalshirt maar aan, pap? Ik dacht vroeger net zo, zoon. Maar je eigen geluk maak je toch echt zelf. Ik weet dat je het kan, Zoe. Of dat nou met of zonder je geluksshirt is. 1, 2, 3, 4. Voetbal speel je met plezier! Oké, jongens, kom op! Wie heeft er geluk nodig als hij talent heeft? Dank jullie wel. Mooie wedstrijd, Super Zaps. Ja, goed gespeeld, Zibberzebra's. En, vertel op, hoe ging de wedstrijd? Gewonnen! Goed zo. En in die kleren? Liggen. We kwamen terug, maar de gymzaal was al dicht. Dus moesten we iets anders verzinnen. Het hield jullie niet tegen om te winnen. Ik heb altijd gedacht dat ik mijn geluksshirt moest dragen om goed te spelen. Maar ik speelde nog beter in papa's oude shirt. Heel goed, Zoe. Je vertrouwde niet op een shirt voor geluk. Wat maakt een shirt nou uit? Al
als je talent hebt. Super Zets hebben talent! Ja! 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 Sue, de sportcoach. Jij serveert, Sue. Klaar voor? Klaar! Oh, Zack, koekenbakker! Oh, sorry, Zinnia. En nog een punt voor het team van Sue. Matchpoint. Goed zo, kinderen. Goed zo. Goed gedaan, jongens. Ja! Sue, zullen we nog een wedstrijdje? Ja, wil jij ook, Elsie? Maar dan wisselen we. Meisjes tegen de jongens. Is goed. Is het veld nu vrij, Zoe? Nee, op dit moment niet. Maar... Ah, wacht even. Om 5 uur is het veld nog niet verhuurd. Oh, mooi. Tot straks dan. Sue en Zack, dat is nog eens een mooi team. Vind je niet? Ik weet het niet. Ik ben niet zo goed in volleybal. Nee, je moet gewoon nog wat oefenen. Maar ik weet niet hoe je moet oefenen. Oh, dat komt wel goed. Ik ben je coach. Echt waar? Oh, te gek! En we beginnen direct met oefenen. Kom op, Zack. Je kunt het, Zack, niet opgeven. Ik kan het niet. Het zand is te zacht. Ik kan er niet in rennen. Oh, het is toch niet zo makkelijk om coach te zijn. Misschien kun je iemand om hulp vragen. Met al die sportieve zebra's bij ons thuis. Ja, Pap kan ons vast helpen. Hebben jullie het leuk gehad op het strand? Ja, super! We speelden strandvolleybal. En vanmiddag spelen Zack en ik tegen Zinnia en Elsie. Maar we gaan nooit winnen. Ik kan niet hoog genoeg springen. Dus we moeten nog even trainen. Kun jij ons helpen, opa? Natuurlijk kan ik dat. En laten we beginnen met het verzamelen van dennenappels voor oma. Oké, opa. Ze hangen te hoog. Ik kan er niet bij. Dan moet je dus gewoon wat hoger springen. Allereerst concentreer je op het doel. En dan buig je knieën en spring. Strek je zo ver mogelijk uit en probeer dan de hemel te raken. Zo dus? Ja, goed zo. En hou vooral je ogen op het doel gericht. Zo spring je tot de juiste hoogte. Ik kan het gewoon niet. Gelukt! Heel goed gedaan. Jij hebt het al te pakken. Oké. En nu jij nog een keertje, Zack. Hey, het is me gelukt! Uitstekend. Ga zo door. Er hangen nog meer dennenappels. Voor jou, oma. Oh, bedankt. Hebben jullie die geplukt? Goed gedaan, hoor. Waar zijn ze voor? Ik bak een pijnboompittentaart. Wij trainen voor strandvolleybal. Heb jij nog advies voor ons? Ik weet het niet. Kunnen jullie al goed een bal terugslaan? Ik nog niet zo goed. Dat doet pijn aan mijn handen. Weet je, strandvolleybal is niet echt mijn ding. Maar misschien kan ik wel helpen. Ja, oma? Ja. Ik kan jullie leren hoe jullie deeg moeten kneden. Maar, oma, we... Maar voordat we beginnen, moeten jullie eerst eventjes je handen wassen. Oh, nee. Alweer een mol in de tuin? Kom op. Niet bang zijn. Rustig aan, jullie. Dat is veel te wild. Je moet zachtjes je vingertoppen gebruiken. En dan ga je het rustig maar stevig kneden. Kijk, zo. Wauw, zo te zien heb je goed geoefend. Jouw beurt. Dit
Dit is veel makkelijker dan volleybal. Dat is heel goed. Ik denk dat het deeg klaar is. Kijk eens aan. Bedankt. Jullie hebben mij goed geholpen. Zo, nu hoeft de taart alleen nog maar even in de oven. Ziezo. Ja! Nu weten we hoe we een taart moeten maken. Ja, maar we hebben nog geen volleybaltraining gedaan. Jongens, was jullie handen. Misschien kan pap ons wel helpen. Pap, kun jij ons helpen trainen voor strandvolleybal? Ik denk het wel. Maar eerst... Shh, er zit een mol in de moestuin. We moeten hem zien te vangen en dan gaan we hem heel ver weg weer vrijlaten. Hier, pak aan. Daar komt hij uit zijn holletje. En daar ook. En daar. Dus ga er maar naast staan. Ja, let op. Daar, daar is hij. Oeh, Zach, recht voor je. Oh, oh. Snel, Zoe! Oh, we moeten het iets beter aanpakken. Hoe komt het dat een mol zo snel kan wegduiken? Ik val hem echt nooit. Oh. Jongens. We moeten ervoor zorgen dat we de mol zijn bewegingen voor zijn. Kijk, zo. Au. Hij is te snel. Hebbes. Ja. Goed gedaan. Dat was nog best moeilijk. Kom maar, meneertje mol. We brengen je naar een veiligere plek. En één waar je niet opa's groenten kan opeten. Zoe, Zack, het is bijna 5 uur. Oh, nu al? Maar we hebben helemaal nog niet getraind. Kom op, Zack. Het gaat niet om het winnen. Het gaat om het spel. Ik heb er echt veel zin in. Ik ook. Zijn jullie zover? Klaar! Ja! Ja! Voor mij! Oh, jammer. Jammer dat je helemaal niet getraind hebt, Zack. 1-0 voor Zinnia en Elsie. Denk eens aan het deeg. Sla de bal rustig, maar stevig. Net als bij een deeg. Goed gedaan, Zack. Oh! 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 Ja! Ja! 20-20. Matchpoint. Jij serveert, Zinnia. Let op. Zack, weet je nog? Oeh, zorg dat je Zinnia voor bent, net als bij de mol. En volg haar niet. Da! Ik kan het! Kom op, zoek! Net als bij de dennenappels. Zoe en Zack winnen! Wij hebben gewonnen? Goed gespeeld! Oh, ik denk dat we trainen zonder dat we het in de gaten hadden. Goed gespeeld, Zoe. Ja, best wel. Dus jullie hebben dus wel getraind. Ja, we hebben hele goede coaches thuis. En zal ik eens wat zeggen? 1 ervan is zelfs kampioen geweest. Ik niet. Maar oma, je zei dat je helemaal niets wist van strandvolleybal. Ik speelde ook geen strandvolleybal. Maar ik heb wel een paar bekers gewonnen met gewoon volleybal. Wie wil er wat taart?
Jullie hebben het echt allemaal verdiend. Ja! Yeah! Yeah! Bedankt, Mom. Dank u wel. Woehoe, ja, graag. Mmm, yummy. Oeh, hij is lekker. Je bent ook een echte taartbakkampioen, oma. Zoo en de wind. Hallo, mevrouw Zolly. Oh, hallo. Hallo. Oh, wat is het heet, hè? Dat is het zeker. Dit is een hittegolf, Sue. Vergeten jullie niet om regelmatig wat te drinken? Oh, als het nog warmer wordt, dan smelt ik nog. Dag. De juf op school zei dat het nog een paar dagen dit weer blijft. Ze vertelde van alles over het weer. We moeten iets maken met als onderwerp de wind. Dat is een leuke opdracht, zeg. En wat gaan jullie maken? Dat weet ik nog niet precies. Ik denk dat ik zo'n ding ga maken wat laat zien waar de wind vandaan komt. Een windwijzer. Zack en Zinnia komen straks bij mij. En mama gaat ons helpen. Zij heeft heel veel knutselspullen. Oh, nou, ik ben benieuwd wat het wordt. Komen jullie straks langs om het te laten zien? Dan vraag ik oom Xavier en tante Zelda en meneer Zoe op de koffie. Ja, leuk! Bedankt, mam! Omi, Bok, wat zijn jullie aan het doen? Opa heeft de ventilator gemaakt, dus ik heb lekker wat verkoeling. Oh, wat een zalig koelbriesje. Ah, nee toch? Hm? Ik weet toch zeker dat het hier lag? Hé, hey, pap. Ja, Zoe? We hadden het op school over het weer. Het weer, hè? En kun je het dan nu laten regenen? Dan zou dat wel lekker zijn. Tuurlijk niet, maar we hebben wel een opdracht. We moeten iets maken wat te maken heeft met wind. Oh? En wat ga jij maken? Dat weet ik nog niet. Maar ik moet het wel heel snel weten. Mam heeft iedereen al uitgenodigd om te komen kijken. Eens even denken. Wat dacht je van een windwijzer? Nee, die maakt Elsie al, pap. Oh. Oh, ik weet iets. Een windmolen. Een windmolen? Ja, kijk. Vroeger gebruikten ze molens om graan te malen tot meel. Of om olijven te persen. Hoe werkt dat? Zie je die grote wieken? De wind blaast ze rond en rond en dat laat de machines in de molen draaien, zodat ze kunnen malen of kunnen persen. Ja, een windmolen. Die wil ik gaan maken. Wil je me helpen, pap? Tuurlijk wil ik dat. En we vragen of opa ons ook een handje helpt. Opa? Oh. Wil je met ons een windmolen maken? Het is een schoolopdracht. Een windmolen? Oh, wat een leuk idee. We dachten dat jij vast nog wel het een en ander in de schuur had liggen. Waarschijnlijk wel. Eens kijken. Ik was net het een en ander aan het uitzoeken. Oh, hé, hey, kijk. Dat zijn de wieken. Goed zo, hoor, Zoe. Jij hebt goede ogen. Zo te zien heeft Pok ook iets gevonden. Kijk, dat is al een goed begin. En een goed begin is het halve werk. Ja! Maar Elsie heeft Zack, Zinnia en mij gevraagd om alles bij haar te maken. Wow, dan gaan we naar Elsie. Wij maken de allermooiste molen die er is. En, hoe gaat het? Wij wachten op de wieken. Mooi. Klaar. Nu moet het nog even goed drogen. Zijn jullie klaar? Ik moet nog een heel stuk verven. Kan ik helpen? Graag, Sue. En wil het wel lukken met jouw werkje, Zinnia? Ben bijna klaar. Ik ook. En klaar. Ik
Ik kijk even bij mijn wieken. Pap, is het al bijna droog? Ja, denk het wel. Perfect. Maak de wieken maar vast. Kijk eens aan. Oké, komen jullie gauw mee? Ze wachten al op ons, hoor. Ja! Oeh, ik snap niet dat ze zoveel energie hebben in die hitte. Ja, hier lijkt me wel in orde. Eindelijk. Ik moet nodig even zitten. Xavier, kom nou. Waarom zet je hem niet lekker in de schaduw? Volgens mij wordt het warmer. Mam! Daar zijn ze. Mag ik al jullie aandacht voor het weerproject? Xavier! Maar wat gaat er nu precies gebeuren? Shh, Xavier, heb geduld. Oh, de wieken willen niet draaien. En mijn windwijzer doet helemaal niets. Dat komt omdat er geen wind is. Nou, mijn waaier doet het anders prima. Over waaiers gesproken, zet jij die ventilator even aan? Lieve help, nee, dat gaat echt niet. Het snoer is namelijk niet lang genoeg. En wat gebeurt er nu? Nou, als het straks gaat waaien... Ik heb geen wind nodig. Kijk, ik maak mijn eigen wind. Zinnia, popje, maak eens wat wind voor mami en mij. Wacht, maar dat kunnen wij ook. Maak jullie geen zorgen. Ik zorg wel dat jullie afkoelen. Opa, kom snel. Hey, pap, mag ik mijn fiets gebruiken om wind te maken? Dat is een goed idee, Zoen. Maar dat is niet zo makkelijk als het maken van een windmolen. Elsie en Zack kunnen helpen. Niet weggaan, dames. We zijn zo weer bij jullie terug. Papa en ik zorgen wel voor de fiets. Kunnen jullie ondertussen de kooi schilderen? Oh ja, doen we. Deze is voor jou, Zack. Waar is de verf? Die staat daar. In welke kleur zullen we hem verven? We nemen allemaal een andere kleur. Dan doe ik rood. Geachte dames en heren, wij presenteren met trots... onze waaier op pedaalkracht. Oh, lieve help. Dat is zeker erg interessant. Oeh, hij doet het! Briljant! Ja, hij is cool! Zo, kijk eens aan! Oeh, mooi! Dat is behoorlijk indrukwekkend! Nou, dat kun je wel zeggen, ja! Oh, wat een ingenieuze uitvinding, Zoen! Mag ik ook even? Tuurlijk, Zack! Jouw beurt! Wil jij ook even, Elsie?
Ja, graag. Gelukkig hebben we heel veel op het dakracht. Het is ontzettend vermoeiend om wind te maken. Lekker, Omi?